waaronder ons huis wordt gebouwd. Ik ben Kelly van KellyKissen.nl en mama blog. Maar daar, zeg maar, je ziet daar echt een prachtige prinses. Ik wil even een confession delen. Super spannend. Maar dit... Ik kijk naar weekvlog 32 volgens mij alweer. We gaan daar lekker even fietsen met de kindjes. Het is nu 9:30. We hebben lekker een beetje, nou ja, uit te slapen. Lekker een beetje rustig aan gedaan. Lekker in bed gekrold en zo, ontbeten. En we gaan nu dus fietsen. Ook even langs het nieuwe huis, of ja, de grond zeg maar. En even lekker een frisse neus halen. En vanmiddag ga ik nog gezellig op visite bij Kimberly en Ramos. Dus dat is ook leuk. Dus het is gewoon een heerlijke zondag. Dus kijk gezellig mee. Mijn mama fiets staat er weer klaar voor. Hier gaat Lana zitten. Hier Amy dadelijk. Ik heb Amy hier op de arm. We zijn lekker aan het fietsen. En daar komt Janiek aan met Amy voorop. En bij mij zit Lana achterop. Dat is gezellig. Dadelijk komt Janiek aan. Fietsen naar de plek waar ons huis wordt gebouwd. Nou, ze zijn nog niet begonnen helaas. Tenminste, we hebben nog geen startsein gehoord, maar dat is hierachter. Ik zal even filmen. Maar daar, zeg maar, je ziet daar blauwe dingetjes. Dat kun je je nou niet voorstellen, maar een beetje daartussenin, tussen die twee blauwe dingen die je ziet, daar komt ons mooie huis. Ik ben tosti's aan het maken. Dat is echt super lekker. Ik neem gewoon kaas. Kaas van de boer. 30 plus is dit. Ham. En dus currypoeder. Curry, hoe je het ook wil noemen. Doe je dus kaas, curry, curry, ham. Deze kant ook. En dat is mega lekker. En zeker als je hem dan met curry hebt nog eet. Zo. Brood. 1. Oh, wacht. En dan moet je eigenlijk hier ook nog één plakje doen. Dan plakt hij beter. Zo. Zo. Mijn tosti is klaar. Ik zit in de auto op weg naar Kimberly en Ramos. Ik ga met één hand mijn gordel vastmaken. Heel handig. ik ga gezellig even op visite. Even knuffelen met baby Ramos. Want het is zo'n schatje. Thee drinken, bijkletsen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben gezellig bij Kimberly. En die heeft Ramos lekker op de arm. Oh, en heeft allemaal snoepjes op haar. Nu zie ik ineens hier weer een potstaan van de dropper in. Oh, lekker. Zo zat ik nog bij Kimberly en zo is het al avond. Ik heb een hele leuke trui van Kimberly gehad. Newborn fit mama. Super gezellig was het. Met Ramosje geknuffeld. Die was lekker bij mij in slaap gevallen. Echt super schattig. En nu is het inmiddels avond. We hebben net met de kindjes even gauw wat gegeten. Maar we hebben de kindjes op bed gelegd. En nu is het sushi night. We hebben sushi besteld. En we gaan de Blacklist kijken. En het is eigenlijk een wonder dat ik dat wil kijken. Want ik hou helemaal niet van misdaadseries. Maar deze is echt heel erg leuk. We zijn bij aflevering 3 van seizoen 1. Dus we gaan sushi eten en ook, de Blacklist kijken. Kennen jullie de Blacklist? Ja, ik denk het wel. Nou, ik ga eens even sushi proeven. Oeh. Oh, die met paling lijkt me ook echt mega lekker. Even kijken. Oeh, met avocado en krab. Mmm. Een spicy tuna, denk ik. Goedemorgen, het is vandaag maandag en we gaan de geschiedenis in. Want om 8:05 is het en we zijn ontbeten, we zijn gekleed, we zijn klaar. Dat wil zeggen dat we gewoon nog even kunnen spelen en gewoon even kunnen chillen. En dan naar de peuterspeelzaal kunnen in plaats van race, snel, 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 snel. En best wel een melkpap. De look van vandaag is echt mega basic, want het is gewoon een thuiswerkdag. Lana gaat naar de peuterspeelzaal en Amy gaat naar mijn ouders en Lana houdt, of mijn ouders halen haar dadelijk op, zodat ik vandaag een dagje kan werken. Oh, dit is wel heel schattig trouwens.
Lana heb ik weggebracht. En ik ga nu Amy naar mijn ouders brengen. En dan kan ik aan het werk. Nu sta ik in mijn badkamer. Ik heb even een lippenstipje opgedaan. Ik heb nog steeds niet zoveel make-up op, maar dat is juist de bedoeling. Ik ben bezig met een micellaire reinigingsgel die ik aan het testen ben. En daar maak ik even wat foto's van voor op Instagram. Ik heb een heel clean gezicht. Een beetje kleur op de lippen, want anders ben ik echt heel bleek. Dus ik ga even verder hiermee. Zo. En daarna lekker mijn haar weer in de staart, want het zit gewoon het lekkerst tijdens het werken. En ik doe lekker mijn vest weer aan. Lekker makkelijk. Heb ik de foto's vanaf mijn camera, zeg maar, op mijn telefoon gezet. Bijvoorbeeld deze. Die kan je hem zien. En nu ga ik hem importeren, zeg maar, in de app waarmee ik mijn Instagram foto's bewerk. Die app. Kan ik er filtertjes opzetten. Dan doe ik er altijd een kadertje omheen. Dat soort dingetjes. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. En ik ben mijn Mac aan het updaten. Was ook wel nodig. Want hij werd echt heel traag. En Safari deed het niet meer en zo. Dus dat ben ik ook aan het doen. Inmiddels ben ik een paar uur verder. Ziet mijn camera eruit? Nee. En ik heb al geluncht en zo. Ik heb lekker deze trui aangedaan. Want die zit gewoon heel erg lekker. Het is inmiddels alweer 2 uur. En ik heb deze op. Daar heb ik heel veel zin in. En ik ga nou een blikje cola opentrekken. Oftewel de vermoeidheid. En de concentratie. Het neemt toe. En de concentratie neemt af. Dus dan grijp ik naar dit soort shizzle. Cool. En dan is zo'n klein blikje ideaal. Om er even wat energie op te doen. Dus ondertussen tip ik lekker verder. Ik eet bij mijn ouders lekker en we hebben boerenkoolstamppot. Natuurlijk weer met worst en slasaus. Lana ook, hè? Lust Lana geen worst? Wat is dat nou? Oh, Amy zit er ook klaar voor, hoor. Het groen met geel gestreepte dekbed ligt open en het kussen ligt op de grond. En de rest van de kamer is netjes. Als ze de deur achter zich dicht trekt, Patrick en ik kijken naar Boer zoekt vrouw samen. Hé, heb jij al een mooie boer gezien, schat? Of een boerin? Blijf ik wel bij mama. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ga daar lekker sporten. Ik ga burn doen. Dat is een best wel pittige workout. Hi. Best wel pittige workout van 3 kwartier waarin je echt krachttraining en cardio combineert. We zitten inmiddels in de auto. We gaan dan even onderweg naar de Mediamarkt. Want Yannick die zijn laptop daar is wat mee. Dus en we gaan gelijk even lunchen bij. Hoe heet dat? Subway. Omdat we dat nog nooit hebben gedaan. En, tenminste, ik wel. En ik wil weten wat jij ervan vindt. Oh. En of jij hetzelfde idee ervaart. Ik bedoel, het is niet heel vies of zo. Maar het ziet eruit als een broodje gezond en het proeft als een hamburger. Dat is een heel verkeerd idee. Dus ik ben heel benieuwd wat Yannick ervan vindt. Dus daar gaan we eerst even wat eten. Dan kunnen we dat gelijk ervaren. En dan gaan we naar de Mediamarkt. Die achtig broodje met allerlei groenten erop tussen. Wat heb jij voor vlees gedaan? Ja, een soort burgervlees. Ja, we hebben een cookie met raspberry cheesecake. Een kappertje aan het spelen met de Barbies. We hebben allemaal van die leuke elastiekjes en clipjes en dingetjes. Die hebben we gehad van Zenne. Ja, en die kunnen we nou in de haren van de poppen doen. En allemaal staartjes maken, hè? Dat is leuk. Staartjes. Stikjes. Ja, kijk deze. Shelly heeft inmiddels al een mooi clipje in, zie je? Die heeft kappen gewoon mee. Anna heeft vandaag carnaval op school, dus ze is een heel mooi prinsesje. Sneeuwwitje, maar een rondje draaien. Kunnen we zien hoe mooi jij bent. Wauw. Echt een prachtige prinses. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga vandaag naar de 9 maandenbeurs. Super leuk. Ik ben er vandaag en vrijdag. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben al helemaal klaar. En ik zie dat ik mijn nagellak al helemaal verpest heb. Ik ben mooi! Jij bent prachtig, schat. Och, wat ben jij mooi. Jij bent zo mooi.
Daarna gaat vandaag dus carnavallen, zoals ik net al zei. Superleuk. Ga je lekker feesten, hè, met de prinsessenjurk. Ik heb vandaag onder andere met Marion van Mama to the Max. Het wordt gewoon super gezellig en jullie gaan het allemaal zien vandaag. Ik zit gezellig in de trein met Marion. Hoi. En Nicole en Mandy. En wij gaan naar de 9 maanden beurt. Ja, spannend. We hebben onze trolleys al klaarstaan om te gaan tellen. En we gaan daar eerst naar de lancering van Hema en... En Lieke, en Lieke van Lexmond. Ja, leuk. Ja, dus het wordt En vanmiddag? Ja, de lancering van ons magazine. Spannend. Oeh, daar staan we dan. Super cool, echt super gaaf. Van bamboe en zoals je kunt zien heeft het 2 knopen. Nou, dat kende ik nog helemaal niet en dat is eigenlijk super handig, want daardoor kun je er veel langer mee doen als ze groeien. Ideaal. Ik ben op de stand bij Dr. Leenart. Hallo. En ze vertelt even wat alles over haar nieuwe producten. En die zijn gewoon verkrijgbaar bij de Ethos. We hebben lekker lunch gehaald. Oh, kijk eens hier. Ik heb lekker een tomatensoep en ja, dat is een saizebroodje. Zo lekker. Ik zit hier gezellig met Suus van Baby Bite. En Baby is de New Black. En Lindsay van Lindsay Ballen. Hallo. NL. Ik heb geen stem meer, sorry. En jullie hebben elkaar voor het eerst ontmoet vandaag. Ja. Ik was getuige van zo'n liefde. Ja, voor mijn gevoel ken ik Suus echt al heel lang. Gewoon alles. Lief en leed zie ik eruit. Allemaal ja. Ja. Hallo sunshine. Kim van Alfa.nl en Juliette van Liefkleingeluk.nl. We hebben Denise van Jumapel. Bij de Ethos-stand. En in dezezelfde vlog, komende vrijdag, ga ik hier over spreken. Dus dat is wel heel spannend. En nu is Marion aan de beurt. En ik ga even bij haar afspreken hoe ze dat doet. En wat ik een beetje kan verwachten. Even langs wat standjes. Lekker een worstenbroodje of een Brabants worstenbroodje. En dadelijk gaan we weer lekker verder. Ik ben bij Beaba en die staan bekend om hun babykoek artikelen, maar ook eigenlijk nog veel meer rondom het eten en drinken van kindjes. Superleuk. Het is een dingetje om knijpfruit in te geven. Nou, dit is dus een heel leuk worstje en ik heb dit bestek. Dus het ziet er ook allemaal super leuk uit. Goedemorgen, het is vandaag donderdag, de dag na de 9 maanden beurs en ik ben hartstikke moe. We zullen een beetje rustig aan, maar we willen er wel even uit, want we vinden ook wel zo leuk voor de kinderen. We zitten in de auto, gaan even naar de woonboulevard, want het is echt super slecht weer, maar dan zijn we er toch even lekker uit. We kunnen een beetje wooninspiratie opdoen voor ons mooie nieuwe huis. Dan zijn we even lekker, aan het wandelen. Nick die wil even een confession delen. Ze droomt al zijn hele leven van het hebben van een opa stoel. Sorry als jullie er eentje hebben staan, maar ik heb hem liever niet in mijn interieur. Ik weet het zeker. Als ik een stoel zou uitkiezen, dan zit jij binnen de kortste keer zit jij op die stoel. En dan eigen je hem tot je toe. Je kan er niet meer uit te halen. Ja, dat zal wel ja. Daar zit hij hoor. Moet je voorstellen, alle kinderen. Nou, wij gaan er vandoor. Doei! Kindjes liggen op bed
En kijk eens wat ik aan het installeren ben. Oeh, de Sims. En ik was hier vroeger zwaar verslaafd aan. Of ja, verslaafd. Zo leuk. En ik dacht, ik vond deze in de Mediamarkt. En ik dacht, die ga ik meenemen. Of ik er veel tijd voor ga hebben, I don't know. Misschien als je niet aan het werken is bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het echt heerlijk is om hier lekker weer mee te ontspannen. Het is vrijdag vandaag, 7:45. En ik ben onderweg naar mijn ouders. Ik heb de kinderen achterin. En ik ga me een beetje haasten. Ik ga vandaag naar de 9-maandenbeurs. Dus ik ga vandaag spreken bij Ethos. Super spannend in één. Maar heel veel zin in. Dus ik ga gewoon die kant op. Nou, ik zit in de auto samen met papa. Mijn personal assistant, mijn PA. Ha. En we zijn bijna bij de 9-maandenbeurs en we hebben heel veel zin in. Ik in ieder geval zeker, maar jij ook toch? Ja hoor, heel veel zin. Er zijn ook wel wat mannen hoor. Maar papa gaat me helpen met, ook met het vloggen en zo. Want zeker als ik graag zou spreken voor de eten, is het wel heel erg handig. Want dan kan ik mezelf niet vasthouden. Dus daar ga je de beelden allemaal nog van zien. Dus we gaan even een parkeerplekje zoeken. Goed jullie er allemaal zijn hier op de 9-maandenbeurs. Ik vind het echt super leuk om hier te zijn. Ik ben Kelly van kellychristen.nl en mama blog. Ik doe bloggen en vloggen. En ik ben moeder van twee dochters van 3,5 en 1 jaar. Maar ik heb gelukkig mijn ouders die altijd voor elkaar staan. Waar zijn je ouders? Ja, dat is mijn vader. Ja, zeker, ja. Sinds 3 jaar is het mijn fulltime baan. Dus dat is wel heel erg goed. Superleuke dag op de 9-maandenbeurs. Echt super gezellig. Bij deze ga ik op de vlog waar je naar kijkt afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Volg me op Instagram via @kellygressen. Abonneer je en word lid van de Kelly family. En dan zie ik jullie heel graag op de volgende video weer.